Hier, in de wilde natuur van Thailand, staan 6 duo's voor een van de grootste uitdagingen uit hun leven. Het stinkt hier naar pis! Hoe heet dit? Ik denk dat het een Thaise komkommer is. Komkommer? What the fuck is dat? Dat is een rups, dat is lief, die bijten niet. Dat weet ik niet, man. Hier. Zonder enige ervaring moeten ze zien te overleven onder de meest barre omstandigheden. Hoppakee. Hier moet ik slapen? Ja, maar wat gaat nu fikken? Want er ligt ook niks onder. Oh my god. Wat doe jij? Deze onverwachte helden zullen met elkaar de strijd aangaan. Op jacht naar het felbegeerde bokaal en een geldprijs van 10.000 euro. Fysiek zullen ze tegen elkaar op moeten nemen in de meest zenuwslopende game. Links, 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 dat toch geen links? Fuck, man. Die niks aan mijn fucking rechteroog. Heeft niemand medelijden met me of zo? Sorry. Ziggy, weg terug, terug. Links, links. Ziggy, teruglopen. Wat? Au, mijn billen. Mijn billen zijn te gek. Au. De normaal aan luxe gewende personalities bevinden zich hier ver buiten hun comfortzone. Ik voel me echt fucked up. Ik kan niet douchen. Ik doe nooit meer reality. Nooit meer. Wat ervoor zorgt dat de spanningen soms hoog oplopen. Ik heb honger, ja. Oké? Iedereen zit hier te zitten. Ik zit hier fucking te koken. Schiet op. Daarom behandelt je Piet als stront. Ja, maar je stront bent. Ja. Vies drinkhoer dat je bent. Aha. Elke seconde van de dag hoor je jouw fucking stem. Sla me dan hier. Ik ben hier. Sla me. Welk duo weet het hoofd koel te houden? Je moet dicht houden. En wordt de eerste winnaar van Good Luck Guys. Kan die boot terugkomen? Because I gotta go. Ergens in een verlaten stuk van Thailand zijn 6 onervaren avonturiers op weg naar de bestemming waar ze de komende tijd moeten zien te overleven. Ik zou niet weten wat er te wachten staat, dus een keer iets nieuws. Leuk. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We waren allemaal gespannen. Het gaat echt beginnen, maar we gaan het gewoon doen. Ik heb echt superveel sterke mensen gezien. Harry, Quinten, echt hele grote jongens. Mensen die ook best wel een grote persoonlijkheid hebben. Ik moet echt uitkijken dat ik niet een beetje ondergesneeuwd word door de andere mensen. The queen has arrived. The queen of the jungle. Soort van. Ik ga er gewoon echt blind naartoe. Gewoon. Het is gewoon avontuur. En ik denk, ja, de oermens was vroeger ook in het bos. Dus ik moet het dan toch ergens in me hebben als mens. Ik heb me totaal niet voorbereid. Ik ben een beetje naar de sportschool geweest. 2 keer. Maar voor de rest heb ik geen voorbereiding gedaan. Survivor skills, 0. Ik heb er nu al geen zin meer in, echt niet. Het moet nog beginnen. We komen aan bij het eiland. We zien ook in de verte de huisjes. En ja, het was wel spannend, man. Wow, dit gaat nu wel echt goed beginnen, zeg maar. We kwamen de boot af, zag die hutjes naast elkaar staan. Palmbomen, kokosnoten, die zie je gewoon in het echt zitten daar. Dat is wel een ding, hoor. En ik dacht van ja, dat is mooi. Dat wil ik wel meemaken, zeg maar. Nu lijkt het allemaal nog op een 5-sterren resort. En zo te zien hebben ze met die gedachte ook hun koffers gepakt. Het is zwaar, dit. Oh, bijna om, hè, gezeik. Loop door. Oh my god. Oh.
Wat onze helden ook nog niet weten is met welke partner ze dit avontuur aan zullen gaan. Er staan namen op. Ik ben wel echt super blij met mijn teamgenoot. Timo maakt net zoals ik TikToks, we hebben elkaar nog nooit gezien, maar het is echt zo iemand waarvan je weet dat hij bestaat. Ik ben wel goed in overleven, dat vind ik ook super tof, want ik heb in de scouts gezeten, maar ik ben super sociaal awkward. Als ik eruit word gestemd, is het omdat ik te awkward ben of geen vrienden heb, dus dat wordt spannend. Let's go! Het was wel heel positief verrast dat ik met Faisal zat. Daar ben ik zo blij mee. Yes! We zijn allebei super hysterisch. Maar ja, hij zegt mijn sis. Ik ben echt heel blij dat ik met Faisal in het team zit. Ja. Wat? Ja! Ik zit bij mijn zus! Oké, laten we binnenkijken dan. Ja. Ik had het echt kleiner verwacht, joh, het huisje. Ja, ik ben heel goed dat het binnen uit. Hou je bek. Hey, dit denkt u nou pis? Het is wel echt verschrikkelijk dit, man. Het was best wel even schrikken. Ik ben iemand, ik zeg altijd wel van, ah ja, ik kan het wel. Maar hoe ik hier rondloop, heb ik wel echt het idee van, oh joh, ik heb het wel onderschat. Het is wel heftig. Waar slaap je gewoon hier? Kan je even aan kussen? Hou op! Quinten, er ligt in een matras. Het is wel fijn dat je met je zus hier bent. Dat scheelt wel een beetje, dat verzacht de pijn. Maar ja, ik moet alsnog op de grond slapen, dus ja. Ja, doe even normaal. Nee, dit kan echt niet, jongens. Ik kan al bovenop mijn zus gaan liggen, maar ja, dat is ook zoiets. Is elk villa zo? Ik ga bij mij kijken. Villa nog wel. Ja, maar het is groot toch? Nee, dit is een villa, man. Wat zeg je? Monse. Monse. Ja, ik weet niet wie het is. Wie is dat? Ja, jij bent een rustig type, hè? Ze praat veel. Shit, man. Maar ik kan heel goed staneken. Ik zeik echt, hè? Ik ben niet iemand die zegt, oh, oké, nee, ik ga echt zeiken. Maar ik kan wel doorzetten. Ik ben wel een survivor. What the fuck? Ik zag Fenora staan. Ik ken haar als Morena. Maar ze heet dus Fenora in het echt. Dat vond ik wel leuk, eigenlijk. Vat dit open. Oh ja. We zijn een duo. We moeten het ermee doen, hè? Deze komende dagen. What the fuck? Hier moet ik slapen? Oh my god. Nee, man. Er was gewoon niks. Een oud bed, een klamboe waar de vliegen al gewoon in zaten. Het stonk echt naar pis in ons hutje. Hé, dat ga je niet menen. Harry en Jotti. Een zweet. Ik weet niet wie Jotti is, maar vanavond... Ik hoop dat een beetje sportief is. Lekker, man. Nou, wat ik verwacht van mijn partner? Bruin haar, bruine ogen. Ik denk D75, zoiets. Lekker, slank. Gezellige meid, mooie meid. Dat is in ieder geval wel wat ik door heb gegeven. Maar ja, ik weet niet. Niet alles wat je besteld krijgt op je bord. Kom eens een koken, die Jotti. Ja, waar moeten we poepen? Waar is een wc? Ik ga een wc zoeken, hè? Hé, hey, kijk, dit is een douche. Kijk, wat is dit? Er zit water in, een liters. Nee. Luister, jongens. Wordt niet... Geniet van de zoetwaterdouche, maar doe dat met de mate. De water... Niet aangevuld. We moeten gewoon met z'n allen gewoon iets afspreken, gewoon 10 seconden pakken of zoiets. Ja. Doe hem open, tel tot 10. 10 seconden? Ja, snel. Nee, maar luister, mijn handen is knelpoeding. Ja, kom op. Je hebt eerst gewoon een vakantiegevoel. Alleen ja, je weet ook dat dat snel gaat veranderen in een hel. Want daarna zie je zeg maar die douche en dan weet je al hoe laat het is. We gaan eerst even checken. En wanneer iedereen is, gaan we gewoon met z'n allen afspraken maken. Ja, we moeten wel doen hoor. Maar niemand gaat ze gaan houden. Kunnen we afspraken maken? Iedereen heeft scheid. Nou, en scheiden en zo, waar moet dan? Ja, ik zag wel daar een huisje net. Ja, kom maar gaan kijken. Ik heb het gevoel dat zo'n gaatje is in de grond, weet je wel. Wat is dit nou? Ja, luister, kun je het niet in de nacht doen? Hé, hey, dit is gewoon mishandeling, hè? Klaar wel? Moet dit even... Oh, de nee! Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is... Ah! Ja, no fucking way. Sorry, ik word nog liever in mijn reet gebeten door een slang... terwijl ik aan het schijten ben buiten... dan dat ik op die pot ga zitten. Doe je eens open? Die wc. Ik weet niet hoe ik dat ga regelen. Maar... Ah, ga me echt niet doen. Dan hangen zoveel beesten binnen en shit en die wc is zo vies. What the fuck? Nee, maar dan ga ik al 2 rollen wc-papier op die ding leggen. Nou, dat hebben we niet eens. We hebben maar een half. Dus, wel een probleem. De schrik zit er dus goed in, maar de andere helft van de duo's is zich nog nergens van bewust. Ik zag het eiland, ja, de dingen om mij heen, supermooi. Op dat moment voel ik me eigenlijk wel goed eigenlijk. Ik heb er eigenlijk wel zin in.
Geloof het of niet, ik heb vroeger op zeescouting gezeten. En dan moesten we overleven in de bosjes en met kaarten en zo. Maar dat was voordat ik uit de kast kwam. Dus nu ben ik iets anders. Maar ik denk dat ik het ergens nog wel in me heb. Hoop ik. Ik ben echt een survivalaar. Of een survivalaar dan toch? Of survivalen. Ik ben echt een survivalaar. Ja. Ze komen eraan. Is ja? Het is mijn sister! Oh, oh, do you want to take our carry? Thank you, sir. Oh, sir, do you want to also bring this one? Oh, thank you, sir. Oh, Liefje geeft gelijk alles. Kapoenka. 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 Yes, meneer. Oh, dit is toch erg. Oh, help. Ja, ik help je, kom. Nee. Kom. Waarom is dit allemaal niet? Ik heb het gehad. Waar is die man? Oh, hier. Mama, ik kom eruit. We zijn in Thailand. Het is wel heel mooi, maar het is ook verschrikkelijk. Ik moet onze eigen koffer dragen. Ik krijg mijn koffer niet eens opgehoven. Oh, zo verschut, ja. Ik was mijn koffer. Waarom ben ik al durf van hier is dit aan? Wat hebben jullie allemaal in? Oh my god! Concealer, poeder, parfum, deodorant, scheermesjes, scheerschuim, conditioner, shampoo, maskers, mini-ventilator. Eigenlijk van alles. Ja, dit is echt vreselijk. Dat gaat toch niet? Oh, ik ben blij dat ik mijn koffer heb. Succes, jullie. Nee, maar mijn koffer gaat zo echt kapot. Hoe kunnen jullie me helpen, sukkels? Jerry! Bitje! Ik was super blij natuurlijk toen ik mijn zusje zag. Want ja, samen zijn we gewoon veel beter dan één. En ik hou niet zo van contact leggen met nieuwe mensen. Dus ik was heel blij toen ik Ashley weer zag. Siggy! Hey! Ik hou van Siggy. Ik ken Siggy al heel wat jaren, maar ik weet niet. Dat typetje moet hij soms misschien eventjes, ik weet niet, uitzetten. Bitch! We zitten bij elkaar. Was het verschrikkelijk? Ja, kijk. Maar zijn die mensen verschrikkelijk? Met wie dan? Nee, heel leuk. Oh, oké. Okay. Ik ben Siggy Krasenberg, je kunt me kennen van Idols, The Voice of Holland. Ja! Oh my god, ik ga hier zoveel plezier hebben. En natuurlijk K2, zoek K3. Ja, gewoon iemand die lekker flamboyant is. Ik heb nog nooit een programma gewonnen. Maar ik ga wel voor de winst gewoon lekker gaan, ja. Hallo, Jotty. Goed, ja, met jou? Ik zit met Harry in een team en ik ben daar super blij mee, want ik had al gezegd, ik wil echt een teampartner die gespierd is en die sterk is. Dus ja, voor mij is het helemaal oké. Vind je van de match? Ja, tot nu toe nog goed. Kijk, Jotty is gewoon een knappe meid, maar daar kijk ik gewoon niet over uit. Ze is een mooie meid om te zien, maar ik kijk er lang niet meer naar uiterlijk. Ik was aan het denken, wie van deze mensen is mijn partner? En toen zag ik Quinn staan. Hi. Hi. Ik ben Timo Quinn. We zijn samen, man. Hij zei, ik ben je partner. En ik dacht eigenlijk dat we elkaar in de armen gingen vliegen van, ja, we hebben elkaar gevonden. Maar hij was heel serieus of zo. En ik dacht, wat vindt hij van mij? Oei, is mijn kom niet te dik op deze foto? Ik ben Timon. Jullie kunnen mij kennen van TikTok voornamelijk. Super absurd. En nu nog even een filmpje voor de buurman. Hier. Het bekendste is de leerkracht Frans momenteel. Die roept altijd... Oh, Frans, hè? Oh, Frans, hè? Maar Frans, hè? Het is heel absurd. Eindelijk een dag zonder kinderen. Mama, ik zit naast u. Ik heb niet bepaald voorbereid. Ik ben totaal niet sportief. Dus ja, ik ben benieuwd. Jij bent gestrest. Ik ben niet gestrest. Ik ben heel kalm. Want dat is ook hoe je hier gaat overleven, anders ga je het niet redden. Ja. Dit is het. Oh. Oh, er is geen matras. Nee, we slapen op een matje. Oh, fuck. Je gaat echt schrikken. Wat, heb je seks gehad? Nee, wat? Oh. Wacht, kom. Ik dacht niet dat je zo sterk was. Ja man, let's go. Mij. In eerste instantie dacht ik van, we zijn aangekomen op de Malediven. Totdat ik naar binnen ging en ik zag een soort van nasty ass matje op de grond liggen. Het stinkt hier ook naar stront of zo. Ja, vies hè. We hebben een visnet, wij kunnen vissen. Maar... Iedereen heeft iets. Ik wil gewoon thuis bezorgen. Hoe ben je met insecten en zo? Ik ben niet bang voor insecten. Nee, en dat is met mij. Ik ben vaak in de jungle. Ik ben ja? Als je iets dood wil hebben, zeg maar gewoon pam, boeit me niet met mijn hand. Ja, oké, okay. Ik ben echt blij met jou, nu al. Amonse is echt niet bang voor dingen. Ze gaat er gewoon voor. En ik ben echt het tegenovergestelde. Als ik een klein vliegje zie of whatever, ik ben gewoon echt weg. Jij hebt de spieren. Juist. Ik ben snel, ik heb hersenen en ik ben niet bang voor insecten. Hij is zo groot, zulke spieren, jeetje mineetje. Dat kon, ja, dus ik ben wel echt blij dat ik met hem in het team zit.
Met wie zit je? Bij Rico. Oh. Ben je daar blij mee? Met Rico? Ja. Ben je blij? Ja, we hebben allebei een relatie, dus... Dat komt goed. Wanneer niemand dacht dat je een relatie ging nemen in dat hokje. Hoezo moest je dat aan mij vermelden? You got your lip done. Mijn echte naam is Finora. Ik ben een TikToker. Mensen kennen mij dus van Swipe Up for the Bitch Clap. Zet dan. Swipe Up for the Bitch Clap. Ik doe wat comedy, een beetje make-up. Ik ben eigenlijk een allround influencer, want ik doe echt van alles. Ik ben op mijn candy. Oeh, candy. Ik ben zo zenuwachtig. Ja, nu ben ik zelf nog nooit in de jungle geweest, dus we gaan het wel proberen. Ik zou buiten gaan slapen in een hangmat. Waarom zou je dat gaan doen, schat? Ja, omdat Ibrahim niet wil dat ik met hem ga slapen. Dat ik met Ibrahim ga slapen. Spelen, als je maar dat ja. Ik heb al best wel een jaloerse man en ik wil niet straks dat ik, dat ik allemaal beschuldigingen naar mijn hoofd krijg. Ja. Ja. Dat is toch een spelletje, hè? Ja, maar ja, je weet hoe Marokkanen zijn, toch? Oh. Ja. Ze zijn gewoon een beetje streng, ja. Ibrahim is wel echt lief voor mij. Ja, ach, sorry hoor. Ik mis hem ook echt. Zelf heb ik gelukkig geen last van al die barre omstandigheden en verblijf ik in een heerlijk luxe resort. En vanaf hier zal ik af en toe checken hoe het met onze helden gaat. Kandidaten. Hallo, hallo. Horen jullie mij? Jongens, een brief! Hallo, Mami Tami! Welkom op jullie kamp. Dit wordt jullie verblijf voor de komende periode. Ik hoop dat jullie een beetje van de eerste schrik zijn bekomen. Want het is tijd om jullie te gaan klaarmaken voor de eerste game. Voor sommigen van jullie ga ik het een stukje aangenamer maken. En voor sommigen van jullie ook niet. Oh my god. De bom dropt. Ik denk dat dat het moment is dat we ons realiseren dat het spel echt begint. Pak je koffer. Stap in de tuk-tuk en dan zie ik jullie zo. Moet ik gewoon weer met mijn koffer? Waar moeten die koffers dan? Abnormaal dit. Oh, wat erg dit. Jouw naar eerst, jouw naar eerst. Ik ben zo klein. Ik kan het helemaal niet dit. Ja, zo. Hi, vamos a la playa. Hep, 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 hep. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Yeah. Wacht, even. Ik ging bijna op mijn bek. Welkom in Thailand allemaal. Ik ben blij om jullie eindelijk te mogen ontmoeten. Jullie hebben het kamp vanochtend gezien. Jullie hebben je duo-partner inmiddels gezien. Team Blauw, Harry, blij? Tuurlijk, ik heb een goede partner. Fit, pareltje, perfect. En het kamp? Ja, mijn kamp is beter in Eindhoven, pik. Gaat het lukken om hier te overleven? Jawel, je komt goed. Jotti? Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat je een duo ging vormen met Harry? Ja, ik ben heel blij. Goed zo. Echt de gentleman. Mijn naam is Harry Snijders, bekend van televisie, Ex on the Beach. Wat is er eigenlijk allemaal gewoon gebeurd? Dus jij denkt dat ik maar heb geneukt, dan zijn we klaar. Wow. Wil je ook nog een burger of zo? Eigen reality serie gehad. Dames. Hi. Hallo. Harry zoekt een vrouw. Zet de koffers in, zal ik je eerst een kleine rondleiding geven? Oh, leuk. En nou zijn we in de jungle. Survival skills. Ik denk dat Rambo naar boven komt. Gewoon een talent. Wie in één keer verborgen zat al die jaren. En die komt nou in één keer. Survival mode on. Ga naar voren. Team Paars. Faisal en Ziggy. Hallo. Wat was jullie reactie toen jullie hoorden dat jullie een duo mochten vormen? Ja, sis. Ja. Let's go. Wel leuk toch? Twee homo's bij elkaar. Dus we moeten eventjes... Laten zien. Jullie hebben iets hoog te houden. Ja. Want homo's worden altijd gelijk bij dit soort dingen eruit gestemd. Dus we moeten even... Heel goed, heel goed. Team Roze, de twins. Leuk om jullie hier te zien. Wat was jullie eerste reactie van het kamp? Ja, gewoon kut. Ja? Ja, kut. Ja, je moet op de grond slapen, dat is niet normaal. En de rest? De toiletten, de douches? Ja, ik ben niet zo heel moeilijk. Kijk, ik kan makkelijk buiten schijten, dat boeit mij niet. Bij mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja, goede instelling. Team Geel. Hi. Jullie zijn de twee jongsten van de groep. Yes. Hoe vinden jullie de rest van de groep? Als je even zo om je heen kijkt. Ik vind het gezellig. Ik vind dat iedereen heel lief is. Ja. Voorlopig. Ja. Dus voorlopig? Voorlopig, ja. Ik weet niet wat jij van plan bent, hoor. Maar nee, ik vind het echt hele leuke mensen. Ja, ik ben echt excited. Goed zo. En hoe schatten jullie je kansen in? Ja. God, ik weet het niet. Ik lig echt in de eerste ronde eruit of ik... Ja. Heel dubbel. Goed. Dat is echt... Ja. We gaan het meemaken. Succes, jongens. Dankjewel. Spannend. Team Rood. Ja, hoi.
Wat was jullie eerste reactie toen jullie elkaar zagen? Ik was wel blij met Adam. Ja, ik ben echt super blij met hem. Dat is een topper. Ja, hij is een beetje het rustige typetje. Ik ben een beetje het vurige typetje. Hoe vind je dit kamp? Ik heb een hangmat, dus ik heb wel geluk. Ja, en waarom heb jij een hangmat en de rest een matje? Nou, mijn vriend wil liever niet dat ik slaap met een man. Dus ik heb hem beloofd om gewoon buiten te slapen. Ja. Last but not least, Team Oranje. Zijn er maar, je ziet het. Hoe schatten jullie je kansen in als jullie zo naar de rest van de groep kijken? Ah, je moet niemand onderschatten, toch? Eigenlijk? Ja. Je weet niet, ik weet ook niet wat voor spelletjes het zijn. Dus... Nee. Ik heb wel brute kracht, maar ja. De brains. Weet, die heb ik weer. Heel goed. Zoals ik net al even benoemde, is er vandaag extra comfort te winnen. Voor het eerste duo dat zometeen aan het einde van het parcours staat, liggen hier een aantal prijzen. Die jullie één voor één mogen gaan uitzoeken. Natuurlijk in volgorde. Dus eigenlijk is het best wel belangrijk vandaag om als eerste binnen te komen. Want dan heb je gewoon simpelweg als eerste keus. Ik wil zo graag winnen. Met dit spel kunnen wij luxe krijgen, hè? Er liggen hier matrassen. Make-up pakket. Een douchepakket. Een luchtbedden. Oh, dat is ook wat, hè? Ja. Ja, ik ga sowieso strijden voor het matras. En dan nog iets belangrijks. De persoonlijke items. Het winnende duo, dat als eerst binnenkomt, mag 5 persoonlijke items meenemen. 5. Het duo dat als tweede binnenkomt, mag 4 persoonlijke items meenemen. En het team dat als laatste binnenkomt, gaat zonder persoonlijke items terug naar het kamp. Nooit. Wat gemeen zeg. Let goed op. Ik ga het spel 1 keer aan jullie uitleggen. Straks gaan jullie ons de beurten met het kleine emmertje richting de andere emmer. Zodra de emmer aan de overkant vol genoeg is, zal de kooi omhoog gaan en komen de bamboestokken vrij. Die zullen jullie het hele parcours met jullie mee moeten nemen. Let op, als jullie ergens tijdens dat parcours vallen, moeten jullie terug. Vervolgens kunnen jullie doorlopen naar de paal. Daar stoppen jullie de bamboestokken in. En op die manier kunnen jullie omhoog klimmen en de vlag bevrijden. Zodra jullie de vlag hebben, gaan jullie door naar de muur. Als je als duo onder de muur door bent, dan ga je door naar het laatste onderdeel. En daar bouw je een ladder. Het duo dat als eerste de vlag en zichzelf op het plateau heeft staan, is de winnaar van dit spel. Is alles duidelijk? Yes. Dan mogen jullie plaatsnemen. We staan naast Harry en Jotti, de grote stoere alfaman naast de 2 TikTok-jongens. Als ik extra meedoe, wil ik winnen. Natuurlijk, een spelletje is leuk om mee te doen. Maar als je meedoet om mee te doen, ja, ik vind dat geen mentaliteit. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Yeah! In 3, 2, 1, go! We beginnen met het spel en we moeten dus met die emmer water dragen naar de overkant. Maar er zitten gaatjes in en het water loopt eruit. Run, run, run! Gaat er overheen. Nee, Vicky, kom op. We begonnen met dat spel, maar toen kwam ik er echt achter. Mijn conditie is bagger. Maar echt slecht. Bewaar je rust een beetje, ja? Ja. Bijna. Waardoor die emmer vrij snel vol. En ik zie, onze emmer begint een beetje te kantelen. En bij de rest nog niet. Dus ik denk, oké, Timon, dit komt goed. Ja, lekker, lekker! Yes! Oké, ga door, pak ze. Ga door. En ik denk, let's go. We zijn nummer 1, we gaan ervoor. En ik zie, de rest is volledig achter. Wij kunnen meteen beginnen met de balken. We hebben een mooie voorsprong voorop. Kut! Nog 1. Gaat Timon? En ook Team Rolls kan door. Pak die sokken. Goed gedaan. Even rinkel, oh, dit is heel moeilijk. Ja, Figgy, kom. En toen ging hij omhoog en toen dacht ik, oké. Oh, Figgy, we go! Dus toen was ik super blij en toen was het een soort van nek aan nek race. Ja, dat je wel je handen vrij hebt. Ik denk niet vast over. Nee, maar mij vast. Het balansonderdeel was voor mij wel echt een dingetje. Ik dacht van, oh, dat is echt niks voor mij, dat balans. Pak mijn hand vast, hè. Team Oranje heeft een lichte voorsprong op de rest. Oké, 1 voor 1. Kom, 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 kom. Hier, laatste. Oké, hier, hou deze van. Ja. Laatste. Goed zo, nu? Ook Team Roze mag door. Kom. Ja, we moesten 5 bamboestokken die we dan mee moesten nemen, die moesten in 5 gaten steken. En dan kon je dan zo opklimmen. Ga jij, moet ik? Ga maar, wacht. Die sok. Ga
dat gaat niet. Ja, en toen zei ik nog tegen Esme, heel de tijd, van ja, we gaan winnen. Ik zeg, wij liggen dat als voorop. Die hebben wij. Ik hou die stok vast. Je knie op de... Kom rustig ademen, Es. Tijd genoeg. Ik hou die stok vast. Woe! Graaf is pure kracht. Gaan, man. Heel rustig. Net. Nee. Blasta, kut! Team Geel moet helaas weer opnieuw beginnen. Sorry, man. Sorry, mijn sterkpunt even. Ik merk aan hem dat hij heel gestresseerd wordt echt... het moeilijk heeft om ja, hiermee om te gaan. We zijn goed bezig. We zijn onze voorsprong volledig kwijt. Dus het is wel even stress van... oh nee, hier kunnen we echt wel achter geraken. We hebben het! Oké, naar beneden direct. Nee, mee, hè. Graaf, Es. Ja, en toen kwam die kwam een kutzand. Die zijkanten. Oh nee, ze graven al. Oké, nee, fok dat. Ja, kom. Team Geel en Team Blauw zijn nog steeds bezig bij de balk. Ja, we zijn er. We hebben goed en knopen, toch? Ja. Kom maar. Dacht, dat gaat ons nooit lukken, dat graven. Probeer? Nee, ik kan niet doorheen. Ik dacht, dat is onmogelijk. En hij zegt, Monse, je past er doorheen. Dus ik denk, nee, ik ga hier niet doorheen passen. Maar ik denk, ik probeer het gewoon. Het zit vast. Au. Nee, au, het zit helemaal vast. Au. Pak jij vlag? Voet van boven. Oké, op je mak. Is het moeilijk? Oh, mijn bril is helemaal aangedampt. Nou, ik heb toch best wel een balans, ik zeg heel eerlijk. Ja, ik heb best wel een balans. Harry is nog aan het sukkelen met zijn stok. Team Blauw is nog steeds bezig bij de balk. Kapenkooi, ik was de beste vroeger met gym. Maar het zat niet mee. Oh, klopt het mooi. Oh, balans, dat kan ik niet goed. Dat komt echt niet goed. Nee! Wat doe jij? Valt Harry gewoon elke keer op het laatste, valt hij eraf. De vijfde keer zei ik, wat doe jij? Kom op! Ja, ging helemaal mis. Yes. Rijd. Geld. Oké. Kom op. Graven. Ook Team Geel kan beginnen aan het graven bij de muur. Doe het! We hebben zeker een voordeel, want Ziggy is super dun en ik ben ietsjes dikker, maar volgens mij ben ik ook wel een beetje dun. If I do say so myself. Dus ik dacht, oké, hier onderdoor gaat sowieso lukken. Oh, mijn billen! Team Oranje zit vast. Mijn billen zijn te dik! Hij begint te duwen, gewoon met mijn lichaam. Ik zit daar met mijn hoofd in het zand, ik krijg geen lucht, niks. Ik zeg, het kan echt niet! Auw! Hij trekt me er weer uit en gebruikt mij gewoon als schep, hoor. Kun je nu proberen? Ja, duw me. Nee. Auw! Kom! En Team Paars is door. Ja, wij hebben ook tieten, snap je? Dus wij konden er maar niet onderdoor. Faisal en Ziggy, die zijn natuurlijk heel dun. Ja, wij zijn ook maker, maar ja, onze tieten zitten in de weg. Nou, wij kwamen die kuil niet door. We zijn er bijna. Dat gaat niet. Duwen, gewoon duwen. Ja, toch de homo's, hè? Nee. Au! Ik zeg, het past niet. Hij zegt, jawel, het past niet. Duw me er gewoon zo doorheen. Ga ik het proberen? Ik kan het weer straks. Ik kan sneller met z'n tweeën. Kom op. Ja. Nee, verder duwen, anders gaat die breken, schat. Go. Shit, we gaan winnen, man. Go. Al je leden, Fabio. Paars komt als eerst binnen. Ja, die don't stop. Bitches! The underdogs, what's good? Yes, we were on. Hey. Zeg, misschien zijn we toch nog een dream team. Lekker, kom op. Oh, mijn kont. Oh. Zie dat Faizo en Ziggy er al zijn. En ik denk van, oh my god, we gaan hier gewoon laatste eindigen. Dus ik denk van, oké, let's go, gewoon gaan. Ik zeg ook tegen Quinn, geen stress. Er zijn nog achter ons. Het lukt, we kunnen dit. Let's go. En ook Team Oranje is onder de muur door. Hai, hai, hai! Hai! Lekker! Yes! Trapbakken! Yes! Ze komen! Op de rest van de touw! Zeg in die rassen! Kom op! Vlecht. Wacht maar. Woe! Hai! Ook Team Oranje is binnen. Daarop gevolgd Team Geel als derde. Ik ben super blij dat we gewoon geraakt zijn. En ook wel op een goede positie, want derde is niet eerste. En ook niet laatste, dus ik ben heel blij. Ik dacht echt, Harry en Jotte gaan deze opdracht echt ver komen. Maar zo zie je maar weer, hè. Het heeft niks te maken met hoe iemand eruit ziet of dat iemand sportief is. Ik denk ook wel dat je gewoon geluk moet hebben. Hier, zeg. De strijd om het laatste persoonlijke item gaat tussen blauw en rood. Pas niet doorheen, man. Jawel. Je moet meer. Ik kan meer naar achteren kunnen, zo. Kom op, Zuwa. Doe nou. Ja. Wat doe je nou allemaal? Ik zit vast. Het moet meer gegraven worden. Ik zeg maar één. Graven. Kom op. En ze raakte geïrriteerd.
Ze wilde bijna opgeven. Harry, je moet snel gaan! Nee! Sorry. Nou, stel dat we van verwachten dat hij het sterkste was. Trek mij! Au! Ik heb haar echt eruit getrokken. Het was net alsof ik geld uit mijn zak trok. Weet je? Voep. Ja, ze is er onderdoor, dus eigenlijk maakt het niet meer uit. Oh, met 80 kilo, hè? Jullie kunnen het, kom! En team 5 is ook binnen. En het spel is gespeeld. Binnen dan, het gaat er ook niet te lang over nadenken. We hebben het gehad. Volgende. Team Paars. Gefeliciteerd. Dank je. Ja. Jullie hadden hem zelf niet helemaal verwacht, volgens mij. Nee. Wij zijn een goed team, snap je? Nee, ik werd een beetje zenuwachtig, want Ziggy heeft voor me echt een goede conditie. En straks val ik flauw of straks gaat het niet door mij lukken, maar we hadden wel goede... Ik heb helemaal geen goede conditie. Maar jij ging rennen, ik zat daar... Ja, ik ook hoor, maar ik dat deed verbergen. Oké. Okay. Teamwork. Ja. Dan is het tijd voor de prijzen. Team Paars, aan jullie de eer om als eerste iets uit te zoeken hier. Ik zou het bed aan de matrassen zo niet doen. Nee, dat is niet doen. Hier heb ik echt helemaal niks aan nu, hè. Geen make-up? Kijk mijn gezicht nu, dat heeft helemaal geen zin. Wat is dit? Het luchtbed. Dit is het luchtbed, we gaan voor luchtbed. Team Paars kiest het luchtbed. Mogen jullie meenemen naar jullie plek? Team Oranje. Wakker de matras. Oh, het ziet er zo lekker uit. Echt erg. De matras is wel fijn. Het is sowieso beter dan de grond. Ik had wel liever het luchtbed. Die is nog zachter dan de matras. Team Geel, jullie kwamen als derde binnen. Yes. Aan jullie de eer om als derde iets uit te zoeken. Er blijft er maar één ding echt over, toch? Wat een beetje comfortabel is. Dus ja. Dan pakken we de kussens, denk ik, gewoon. Ja, en die ging ook weg. Nou, toen had ik echt, ik had het helemaal gehad. Toen hoefde ik de rest ook niet meer eigenlijk, hoor. Team Roze, jullie kunnen nog kiezen uit de spiegel, het beautypakket of de make-up. Ja, zeg maar gewoon extra rommel. Nee, wacht even. Ik wil goed kijken. We hebben uiteindelijk voor een soort douchet gekozen. Dus en huid. Dus scrub, shampoo. Jullie gaan voor het douchepakket? Ja, dan hebben we tenminste iets. Team Rood. Er waren niet meer heel veel items over. En ik dacht, weet je wat, meid? Kies jij maar. Zij ging voor het make-up setje. En dat begrijp ik wel. Ja, dat is lief. Ja, dat prima. Is lief. Ik ben niet echt van make-up, maar ik vind lipglossjes en mijn haar borstelen. Want er zit gelukkig wel een haarborsteltje in. Dat vond ik echt geweldig. Ja, dat heeft me wel echt gered. En team blauw, dan blijft voor jullie de spiegel over. Kom hem maar halen. Woe! Oh. Ja, jullie kennen in make-up gewoon bij ons doen, hè? Omkleden, douchen, ken allemaal. Hè? Blij mee, Harry? Ja, top. Vind je ervan? Zien we een beetje goed uit? Draai maar om. Wees er voorzichtig mee. Oké, jongens, dan is het tijd om een keuze te gaan maken in jullie persoonlijke items. Team Paars, jullie mogen samen 5 persoonlijke items op het tafeltje zo meteen naast jullie leggen. Team Oranje, 4. Team Geel, 3. Team Roze, 2. Team Rood, 1. En Team Blauw, jullie gaan helaas zonder persoonlijke items zo meteen terug naar het kamp. Er ligt een rugtasje naast jullie. Deze mogen jullie vullen met kleding. Alle kleding die in het tasje past, mag mee. De rest laten jullie hier achter. Dan geef ik jullie nu 5 minuten de tijd om jullie kleding te pakken, in het rugtasje te stoppen. En de persoonlijke items mogen jullie op het tafeltje leggen. Oh, mijn foto van mijn vriend. Mag die wel mee? Dat is persoonlijk. Ziggy, we gaan niet een foto van je vriend verspillen aan die persoonlijke dingen. Sorry, schatje. Ziggy, I love you. Ik wens je alle geluk van de wereld, maar ik hoef zijn hoofd niet te zien in de ochtend. Ja, het is gewoon een scheermes. We kunnen niet meer op salaris op tv komen. Scheermes en een tandenborstel. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste dingen. En de rest boeit me niet. Vergeet je zwembroek niet, hè? Dat is douw, want de tijd is zo om, hè? Jongens, nog 2 minuten. En wat er dan niet in de tas zit, kan niet mee. In de tas, hey! Maar dit past er toch allemaal niet in? Oh, pyjama's moet ik nog inpakken. En onderbroeken. Ik heb geen onderbroeken. Jongens, nog 1 minuut. Ik wil de rest. En past het niet dicht. Ik moet dingen uithalen gewoon. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Nee, 2, 1, 0. Tijd zit erop. Team Paars. Hey. Hi. Welke 5 persoonlijke items nemen jullie mee? Conditioner, shampoo, maar die mag iedereen gewoon. Hij wil concealer, dat is voor hem. Ik wil mijn lipgloss. We hebben een luchtje en tandpasta. Dat zijn er meer dan 5. Oh, echt? Oh. Je hebt tandpasta. Ja, we hebben tandpasta. Wat is dit? Doe je concealer weg. Heb je crèmespoeling en zo nodig? Ja. Voor wat? Kijk maar naar haar. Ziggy, niemand heeft gezegd dat je haar... Kijk, iedereen moet toch haar wassen en doen? Maar is dat echt nu necessary? Ja. Doe je luchtje weg. En jouw concealer is dan necessary? Ja, ja, maar jullie hebben allemaal mooie huid. Ik heb van die donkere kringen. Ja. Oh. Jouw luchtje gaat weg. Straks stinken we, Ziggy. Boeien. Niemand ruikt je op tv.
Heb je paf met die brand? Nee. Oké. Okay. Helemaal goed, jongens. Top. Team Oranje. Yes. Welke vier items gaan er mee? Deo. Wat is dit? Face wash. Face wash. Ja. Borstel. Ja. En tandpasta. En Team Geel. Yes. Jullie mogen drie items samen meenemen. Ja. Wat is het geworden? Wij hebben deze crème. Die is niet voor ons, maar voor alle dames. Iedereen kan die wel gebruiken. Maar, ja, gebruik. Ja, oké. Okay. We hebben scheerapparaat. Kan ook iedereen gebruiken. Dus dan hebben we geen scheergel en dingen nodig. Eeuw, maar dan krijg je toch pijnsta als iedereen dat kan gebruiken. Ja, maar helaas, weet je. Komt goed. Ben in de jungle. En we hebben nog een boek. Daar staan allemaal tips in om zeg maar vallen te maken en zo. Misschien voor vis vangen. Dus dat is ook wel handig. Heel goed. Een survival boek. Ja. Survival boek. Oh, god op, man. De twins. Team Roos. Nou, wij hebben alleen maar tandenborstel en een scheermes. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Je kan heel wat kamp gebruiken, de scheermes. Iedereen kan hem poetsen. Lekker. Lekker mag ik kut aan ertussen. Ja, ik denk niet dat een man onze scheermessen gaat gebruiken, hoor. Dus in principe maakt het niet uit. Vrouwen zijn toch allemaal hetzelfde. We hebben toch allemaal hetzelfde kuthaar. Team Rood, jullie hadden één item. Wat is het geworden? Een tandenborstel. Dat is het enige wat meegaat. En van wie? Wie is het tandenborstel nog ermee? De mijne. Nou, Morena, wat lief. Morena, wil je tandenstokertjes gehad? Team Blauw. Dat stop. Jullie mochten helaas geen items meenemen. Nee. Harry, wat ga je het meest missen? Ik ben niet op praten. We hebben elkaar. Oh, oké. Okay. Ja? Nou jongens, dan mogen jullie terug naar het kamp. Pak al jullie spullen. En ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Tot later. Tot later. Heftig wel hoor. Lukt dat? Ja joh. Ik ben een independent woman. Ik kan de hele dag zo lopen in de spiegel. Ik vond het heel intens. Ontdaan van al hun persoonlijke spullen en met een paar magere prijzen loopt de groep weer richting hun kamp. Waar het survivalen nu dan toch echt gaat beginnen. Ik ben wel echt moe, man. Ik begin ook wel echt serieus honger te krijgen. Het is moe, hè? Ik had al honger. Ik heb niet eens ontbeten. Jotje en ik gaan koken. Lekker, man. Maar wat gaan we dan eten? Vis sticks met rijst. Ik wil gewoon van die kleine visjes gefrituurd. We komen aan in het kamp. Iedereen heeft honger. Want we hebben net het spel gespeeld natuurlijk. Dus je bent gewoon op. Dus we gaan taakverdeling. Ene gaat vissen, ene gaat een vuurtje maken. Maar luister, voor dat vuurtje moet je wel dit soort grassprietjes... Nee, kijk, wij hebben daar spullen voor een vuur. Ja, maar je moet beginnen. Ja, maar we hebben ook wol. Ja, maar wol alleen ga je niet meer redden, schat. Schat, we hebben het echt. Ik heb dat thuis geoefend. Het fikt in één keer weg, geloof me. Maak jij dat kutvuur maar. Ja, maar we moeten heel veel van dit soort dingen verzamelen. Ja, maar zo. We hebben dat. Ik zeg je eerlijk, we hebben Timon en... Quinn hebben nodig voor vuur. Want wat doen hun? Ze zitten ook alleen maar te chillen in hun huis. Gaat het goed? Ja? Nee, laat ze even. Zijn moe. Maar luister, ik ben ook moe. Ik heb gewonnen, hè? Ja, boeien. Ik ben tweede geworden. Ik weet niet zo goed hoe ik het ga doen. Omdat ik heel eerlijk gezegd, ik ben best wel een luxe iemand. In de zin van, ik ga elke dag uit eten. Ik hou er gewoon van leuke dingetjes te kopen. Ja, ik heb het echt heel erg onderschat eigenlijk, hoor. Dus zij moet het vuur maken. Dus wat gaan wij nu doen? Want we doen dus ja, wij gaan bananen en tamarind zoeken. Wij gingen toch vuur maken? Ja, maar we kunnen geen vuur maken. Je hebt toch een aansteker? Nee, ik heb geen aansteker. Niemand heeft een aansteker. Ze hebben ze afgepakt. Ik dacht echt gewoon van, we gaan dit opnemen. En dan daarna gaan we naar een hotel. En dan komen we gewoon terug. Maar dat is dus niet het geval. Ik weet ook niet wat ik ga eten straks. Oh, kutje. Het zit in mijn oog, die muggenspul. Nee, schat, niet met je vinger. Wat moet ik doen? Ik wil je helpen. Ja, maar is je hand gewassen? Nee. Dan laat je hand thuis. Mijn hand zit gisteren niet gewassen. Eeuw! Hebben ze geen bananenbomen? Dit! Dit is iets, dit kun je ook eten. Weet ik zeker. Ik heb de jungle echt onderschat, want overal denk ik van, oh, misschien zit daar een beest of daar een spin. Het is donker, nat, alles is vies. En natuurlijk, okay, je weet het wel, je gaat naar de jungle, maar ik had het minder erg verwacht. Ah, is een slang! Wow, rode mieren, pikkenboot. Ik hou niet van beestjes. Ik heb hekel aan beestjes. Knok liever met 10 man dan dat er 1 spin op mijn lijf zit. Bah. Rode mieren? Ja, broers. Waar? Ja, op mijn been net. Vies. Alles met meer dan 4 poten mij te wil blijven. Hoe lang heb je al? Zou jij even kijken of die knoop stevig genoeg is? Ja, maar ik denk wel dat we eerst aas nodig. Ja, dan. Dat we moeten die wormpjes even vangen. En deze is wel echt heel dik. Dan ga je echt voor dikke vissen moeten vangen. Ik heb toch wel een beetje het gevoel van... Oké, ik moet nu wel echt gaan tonen. Want ja, ik kan survivalen. Want ik heb wat tegen iedereen gezegd. Dat kan ik wel. Het sociale vind ik moeilijker, maar survivalen kan ik. Dus ik heb echt wel stress van... Stel je voor dat ik hier gewoon niks doe deze avond. Ja, dan ben ik snel naar huis. Komt vast wel goed. Weet je, maar ik moet wel zeggen, die meiden met ze... Ja. Ze zijn allemaal heel heftig.
Toch? Ja, maar het zijn gewoon niet mensen waar wij gewend mee zijn om mee om te gaan. Nee. Ik denk dat we gewoon echt hele andere persoonlijkheden hebben. We komen van hele andere achtergronden, we matchen niet echt. We hebben niet echt dingen gemeen. Het is gewoon, er is gewoon geen overlap, zeg maar. We hebben alles behalve een aansteker. Je moet vuur maken, hè? Met steentjes, toch? Gewoon, maar elke steen kan ik vuur mee maken? Ja, dus ik krijg de shockjes. Oké, laat me proberen. Ja. Is het een beetje van het stroom? Ja, dat lukt echt wel, hoor. We hebben lontjes, maar... Moeten we deze steen? Ja, met steentjes en die moet je dan tegen elkaar aandoen zo. En dan komen die vlammetjes. Kun jij het doen? Ik denk het wel. Ja, hij kan het wel. Kom, ik laat je die lont zien. Ja. Dankjewel, hè. Ik denk, hij gaat vuur maken voor ons met steentjes. Maar je moet toch gewoon een vuursteen hebben? Oké, ik ga het kan vuur. Een vuursteen? Ja, dit is geen vuursteen, denk ik. Ik kan niet, nee. Dat weet ik niet. Maar op een dit is gewoon een steen. Ja. Ja, maar volgens mij, ik heb in heel veel films... Ja, maar ik kan het met echt, maar zo draaien. Ja. Ik dacht, jullie hebben helemaal niks daarbij met het vuur. Maar Timon, die lijkt op Freek Vonk. Dat is een survivalaar. Die weet vast hoe het vuur aan moet. We kunnen geen vuur maken. Dat lukt ons niet. Maar ik kan wel vissen. Ik kan vuur maken, ja. Zal ik vissen voor je overnemen? Ja, het is wel moeilijk. Ja, het is nog niet gelukt om het net te spannen. Nee, maar hebben jullie al vuur? Nee, we kunnen het niet. We hebben wel de spullen. Oh, ik ga dat boeken. Jotty en Harry hebben lont. Oh ja. Ik heb de spullen voor een vuurtje, alleen het vuur zelf wordt er niet. Ja. Met stenen werkt dat wel. Ja, dat hebben ze nog niet geprobeerd, want iedereen komt er niet over uit. Dus zeiden ze, haal hun gewoon, zijn ze slim. Ja. Ik was heel blij toen Monster naar mij kwam van, Timon, kan je even helpen met het vuur te maken? Want dat is iets wat ik wel kan. En dan dacht ik, oké, dit ga ik gewoon snel doen. Dan heb ik toch iets gedaan. En vuur is heel belangrijk. Oh, ja, dit doet wel niet veel. Ja, liefie, dit wordt geen vuur hoor. Dit wordt eerder een kleimasker. Ja. Maar jij weet toch hoe die dingen werken? Ja, maar we hebben geen spullen. Maar hoe ziet dat eruit? Zeg maar, want dan weten we ook wat we moeten zoeken. Want wij maken niet echt vuur in onze vrije tijd. Ja. Jij wel toch, of niet? Ik af en toe, maar... Oké, nee, ik ga je helpen. Mee? Ja. Ja, ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Maar dit brokkelt af. Dit is nat. Dat gaat sowieso niet vuur worden als het nat is, schat. Ja, maar deze... Ja, maar wat gaat nu fikken? Want er ligt ook niks onder. Nee, maar jongens, in het dagelijks leven werkt dat ook niet zo, steen tegen steen. Dat je opeens nee, het gaat om dat we tegenwoordig gas van huis hebben of ja, dus van die kookplaat. Waarom zou het hier op dit eiland wel moeten werken? Ja, omdat we moeten toch iets, zeg maar, het ligt er voor een reason, denk ik. Want we hebben geen gas van huis. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt verschrikkelijk nu op het kamp. Ja, weet je wat het is? Er zijn maar een aantal mensen, ja, die doen dan iets. Eentje gaat bijvoorbeeld vis vangen of een krab. De ander gaat vuur maken. Ja, en sommige mensen, die lopen er maar een beetje bij. Waarvan ik ook. En SME ook. Wij weten gewoon niet wat we moeten doen, ja. Wij kunnen gewoon niet veel. Dus ik ben eigenlijk echt al de hele tijd, de hele avond gewoon een beetje aan het rondlopen van, ja, wat kan ik nou eigenlijk doen? Monsi! Heb je iets? Ja. Wij komen jullie supporten. Wij komen jullie aanmoedigen. Ja. Ja, kom. Kom, Fit. Zeg maar stil zitten op een rots. Dan sla je ze één keer dood. Maar ik zag er net ook in, maar die heeft ook niet. Pak hem! Gaat iemand die pan halen of moet ik het in mijn BH stoppen? Hey, ik ga jullie weer advies geven. Ik ben Monse. Ik maak TikToks. Wat er ook gebeurt. Tenminste, ben ik mooi. Meestal ga ik voor grappige filmpjes of filmpjes waar ik mooi op ben. En ik heb bijvoorbeeld een ding wat ik soms doe. Dan ga ik ergens jongens naroepen. Dat is altijd wel grappig hoe ze reageren. Baka tijgers, waar gaan jullie naartoe? Nee, ik vind jullie eng. Ik kan goed samenwerken. Ik hou van survivalen, ik hou van zwemmen. Ik vind dieren niet eng, ik eet alles. Ik denk dat ik het wel goed ga doen. Je bent ook gewoon niet bang, hè, Monse? Ja, maar hij blijft. Oh, hij komt. Kijk, pak die gewoon met je handen. Ja? Je bent echt niet wijs, hoor. Krappie! Zorg dat hij niet ontstaat. Moet ik hem niet doodmaken? Nee. Nee, je moet ze leven koken. Zielig. Ik vind het zo zielig. Moeten wij die pan vast meenemen naar het kamp? Nee, want er moeten meer krabben in, maar hij mag niet ontsnappen. Kijk, hij leeft nog. We proberen ze eerst dood te slaan met een stok, maar je moet ze in eerste leven te koken, krabben. Anders word je ziek volgens mij. Dus ik denk, ja, ik pak ze wel gewoon met mijn handen. Ik heb mee! Hey, monster, doe normaal! Hij bijt zich vast aan deze vinger. Ik gil het uit. Het deed echt pijn, hè? Kijk, ik heb hier een beetje wondjes nog. En ik ben echt niet kleinzeren. Jij bent goed, man. Drie krabben. Van de drie, ja. Drie van de drie. Schaam me hiervoor, man. Oh my god. Heb ik mezelf net belachelijk gemaakt met die vuurstenen en komt ze plots met stokken af. Maar ik was wel heel blij dat we nu eindelijk vuur kunnen maken. Want zo? Ja. En dan? Gewoon, steek die weg. Oké, nu moet je blijven leggen. Doe nog maar. Doe maar nog een keer, schat. Ja, maar het moet heel klein zijn, hè, die takjes. Dat heb ik ook geoefend. Ja.
Wat de fuck, ik voel me echt Freek Vonk, maar dan knapper. Nee, wacht, daarom moeten we dit eerst klein maken, daarom branden het. Maar de wind, maar moet je de wind niet wat tegen? Luister jongens, voor je dit aansteekt, moet je er een beetje torens bovenop maken. Ik schaam mij dood dat ik dus in de jeugdbeweging zit. Elk weekend maak ik vuur. Ik leer ook aan die kinderen hoe ze vuur moeten maken. En nu lukt het gewoon niet. Blazen, denk ik. Dit zegt AliExpress Expeditie gewoon. Ik heb geen honger meer. We zaten er al 3 uur of zo en het werkte maar niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mezelf maar ergens anders nuttigs maken. Dus ik ging Morena helpen met vis vangen. Oké, zet het maar gewoon. Okay. En dan moeten we denk ik gewoon lopen of zo. Ja, zo. We kunnen zo geen visjes vangen. Morena, we moeten het proberen, schat. Dat gaan we anders vreten. Kijk, ik denk als een vis nu hierheen zwemt... Ja? Dat hij dan in dat net gaat zitten. Ja. En dan kunnen we hem pakken misschien. Ja, wie weet. Maar misschien zijn we wel te ondiep. Visboeren die wachten gewoon de hele tijd. En je moet... Want een visboer heeft een boot en zit hier niet zonder vreten en geld. Ja, maar hij lokt toch die vissen met iets? Want die visboer heeft een transporteur en zo. Misschien die mensen hier, maar die zitten de hele dag op de zee... want die hebben toch niks beters te doen. En Morena en ik snapten allebei niet waar we mee bezig waren. Het was een ramp. Dit is echt overleven. Eerlijk is eerlijk. Dit is echt overleven. Ja, echt. Morena, Morena, niet zo snel. Nee, we moeten... Au, kutje! Morena, dat voel je het? Voel je? Nee, dat is steen. Morena, ik... is een steen, toch? Wat gaan we hier nu zoeken dan? Ja, die krapjes toch? Die kunnen we hier zo verstoppen, toch? We moeten hier echt even kijken voor een krapje. Ja, kijk jij maar voor een krapje, hou ik de wacht. Wat is dit hier dan? Morena, zal ik brengen? Wat? Wat? Ik smeer. Wat? Niet? Ik voel de wat. Ja, we gaan. We waren niet heel erg goed. We vonden niks. We zagen ook niks. We hebben ook niks gevangen. Dus het was gezellig. Maar verder dan gezellig, dat was het ook niet. Het zit onze helden nog niet mee. Maar gelukkig lukt het Timon om in ieder geval vuur te maken. Oh. Goed bezig, jongens. Jongens, eten, man. Wat is dit? Krabbetjes, man. Kijk. Allemaal dankzij monster. Zet geen vrees aan. Wow, 3 krabbetjes, maar daar hebben we niks aan. Zet daar een pan rijst op. Ik heb honger. Ja, we maken wel bakbananen. We hebben bananen. Ja. Nou, krabben, ga maar terug waar jullie vandaan kwamen. We hadden in het begin denk ik wel een beetje het idee dat we eten goed gaan bewaren. Maar ja, we hebben honger natuurlijk. Dus ja, we zijn er niet heel zuinig op, zeg maar. We eten wat we kunnen eten, zeg maar. Dit is perfect. Kijk. En dit gewoon... Zal ik dit nog een keer door de helft doen? Ja, nee, we hebben genoeg. Ja, dit is genoeg. Ik geloof hier wel in, hè. Zeg eerlijk. Dit komt wel goed, hoor. Ja, ik doe mijn best. Het is wel handig om iemand te hebben die kan koken, ja. Ja, maar als niemand dat kan, dan zit je gewoon stront te vreten. Dat wil je ook niet, word je doodziek. Dus ik ben wel blij dat ik kan koken. Wauw, Ziggy. Kijk uit met die olie, bro. Hé, hey, waar is die reis? Schiet eens op wie hem heeft. Ik word echt zagrijnlijk, ik heb honger. Ik ben hier aan het vullen met water. Ja, hurry. Als ik honger krijg, dan word ik best wel snel aangebrand. Ziggy, een beetje rustig aan, want ik was hem gewoon aan het vullen. Ik snap dat je geïrriteerd wordt. Ik heb honger, oké? Iedereen zit hier te zitten, ik zit hier fucking te koken. Schiet op, ik snap het. Ik snap Word echt zagrijnlijk. Niet tegen mij beginnen. Jullie zijn hier bezig met jezelf. Kom op, jongens. Even wakker worden. Ik heb honger. Kijk uit wat je speelt. Ja. Jij lijkt me toch ook af? Ik heb ADHD. Lijkt me niet af. Focus. Ziggy is boos. En dat is een emotie waarvan ik niet altijd denk dat het goed is om die te hebben. In die emotie zeg je soms dingen die niet heel handig zijn. Wat zijn jullie aan het maken? Gebakken banaan. Ben ik niet zo fijn van denken. Nou, nee, mij niet wel, hoor. Nee. We zijn ook heel moeilijk met eten. Ik heb liever een keer dat we met een spel gewoon een friet speciaal of zo kunnen winnen. Ja, is kapot lekker. Ja, het is wel echt lekker, hoor. Ja, soort van wel. Ja, dit is best wel lekker, hoor. Wow. Ja, het is super heet. Super heet. Heb ik iedereen al gegeven? Ik denk het wel, hè? Oh, wel lekker. Dit is wel lekker. Is dat bij Cola ook zo? Nou, ik heb mijn best gedaan. Het is wel heel lekker, hoor. Ja. Maar ik vind het wel echt heel lekker, deze banaantje. Hoe noem je die man? De Freek Vonk? Freek Vonk van het kamp. Jij, sorry, maar jij kan alles. Vuur maken. Ja, ik doe maar alsof. Maar sorry, zonder jou durf ik niet te douchen, hoor. Nee. Ik kan naar mijn bil kijken, hè? Nee. Dus ja, stond ik plots met een naakte Faizo in het bos. Leuk, ja. Wat is dit? Is het koud? Nee, dit is een grap, toch? Dit is een grap, denk ik. Het is wel koud. Oké, ik moet heel snel, toch? Ja, sorry, maar... Ja, 30 seconden! Ja, sorry, ik ben echt seconden met eten. Ja, sorry, ik ga gewoon, hoor. Doe eerst die haar nat.
sorry, maar ik doe even 40 seconden. Ik doe morgen dan 10 seconden. Je mag mij een seconde, het is goed. Ja, ik vind het ook wel zielig. Die jongen wil er echt gewoon goed uitzien. En die wil ook gewoon douchen om zich goed te voelen. Dus dan is het jammer als hij maar 20 seconden krijgt. Dus hij mag douchen zolang hij wilt van mij. Ik heb wel een scheermes nodig, want ik heb niet alles gewaxt. Ik hoef ook niet alles weten. Maar we hebben een scheermes, hè? Ik ga toch niet een scheermes met half de buurt delen? Dan krijg je infecties en zo, want dat moet je echt doen, hoor. Ja, dan krijg je uitslag en zo, want ik gebruik niet eens een scheermes 2 keer. Nee. Oh, ik heb al hetzelfde scheermes voorbij 2 jaar. 2 jaar? Ja. Gewoon 1 van 2 euro. Timon en Quinn hebben 1 scheermes meegenomen. En die willen ze met iedereen gaan delen. Alsof ik vaginale of penisachtige fratten op mijn poenie wil. Waar heb je dan een scheermes voor nodig? Ik ja, gewoon mijn tolly. Yes. Op dat vlak ben ik meer gesloten en denk ik moet zo snel mogelijk uit dit gesprek. Want dit is niet mijn vibe. Zegt ze in België geen tolly? Nee. Weet je wel wat het is? Ja, je weet wel wat het is. Ja, ik ondertussen, na een dag met jou om te gaan, weet ik al wat het is. Door mij, weet je, door mij. Ja. Weet je daarvoor niet? Nee. Het is wel een beetje goed voor hem, een beetje ghetto-ness in his life, denk ik. Weet je? Mag ik een keer over piemel van praten? Ja, sorry, maar ik vraag me dat gewoon oprecht af, want Belgische mensen zeggen wel meer rare dingen. Nou, niet rare dingen, maar gewoon die niet met ons overeenkomen. Luister, ik ben echt blij dat ik mijn kimono bij me heb, hè? Kimono? Heb ik ook nog nooit van gehoord. Dit is die kimono, ken je dat niet? Nee. Eet je geen sushi? Ik ben lachen dat je buiten moet slapen, man. Ja, maar ik geloof in God. En weet je, als het mijn tijd is, dan is het mijn tijd. Maar ik ga dit wel gewoon echt proberen. Ik ben bekeerd 5 jaar geleden en dat heeft echt gewoon mijn leven gered. Dus ik ben best wel gelovig. En als dat het lot van Allah is, dan doe ik dat ook. Ja. Kan je die lamp uitdoen, alsjeblieft? Ja, ik kan het wel uit, maar ik vind het echt zielig voor je, man. Nee, doe maar uit, alsjeblieft. Ja. Oh, belachelijk. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar zij moet dus van haar vriend slapen in een hangmat. Buiten de deur. Zij slaapt dus gewoon buiten. Buiten met vliegen. Ja, ik ga het ook proberen. Succes. Dankjewel. Tot morgen. Hoe hebben jullie geslapen? Nou, wat denk je zelf, Siggy? Nou, dit is mijn pannenkoekje. Mijn broodpannenkoekje. Oh, dit is net klaar. Links, 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 Ziggy, links. Dat toch geen links? Ziggy, recht terug, terug. Links, Ziggy, teruglopen. Wat? Wij moeten jullie zo even spreken. Ja, graag, heel graag. Jij praat helemaal niks. Er komt niks uit je mond. Welkom bij jullie allereerste Jungle Raad. Je bent gewoon fucking irritant. Waarom behandelt je vriend als stront? Ja, omdat je stront bent. Vieze drinkhoer dat je bent. Ik hoop dat je eruit gaat morgen. Wat ik zei.